Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft de Centrale Landsaccountantsdienst glad gevraagd om onderzoek te doen naar de besteding van gelden bij het Nationaal Jeugdinstituut. Het jeugdparlement valt onder dit orgaan. Minister Reshma Kuldeep Singh geeft aan wat de aanleiding is voor dit glad onderzoek. Men praat over een jeugdparlement. Laat me u één ding vertellen. Er is niet eens één financieel verslag van jeugdparlement. En ik bedoel, je bent een zelfstandig orgaan. Je moet jaarverslagen hebben, je moet financiële verslagen hebben. En als je me dat niet kan aantonen, dan wil ik wel weten wat er met de gelden is gebeurd. En daar heb ik KLAT voor ingeschakeld. En als KLAT me geen antwoord kan geven, dan wordt PG ingeschakeld. Ook het Nationaal Jeugdparlement wordt onder een vergrootglas geplaatst. Hiervoor is er een commissie ingesteld. Het is volgens de bewindsvrouw de bedoeling om na te gaan hoe dit orgaan beter kan functioneren. Ja, kijk, als het 16 jaar functioneert en we hebben nog geen resultaten gezien, dan is het wel tijd om het te evalueren en ik wil hem heel anders gaan inrichten. En de verkiezingen gaan ook niet door voor dit jaar. Ik heb de evaluatie heb ik in 6 maanden tot een jaar uitgetrokken. En dan gaat als het zover is dat we hebben geëvalueerd, dan gaan de verkiezingen wel, zullen we de verkiezingen wel laten doorgaan. Het is een orgaan dat in het leven was geroepen, maar het heeft, ik moet wel gewoon eerlijk zeggen, het had een politieke vorm aangenomen. En dat is zeker niet de bedoeling. We moeten voor alle jonge Surinamers er zijn. Het is niet de bedoeling dat er een politieke organisatie daar wordt geaccommodeerd of jongeren worden daar geaccommodeerd. Nee, het is de bedoeling dat alle jongeren op het veld moeten werken. Het is niet alleen maar vergaderen en de minister adviseren, want die problemen kent de minister ook. Maar het probleem is dat als je niet op het veld bent, dan weet je niet wat zich afspeelt. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Ze sprak over de aangekondigde evaluatie van het jeugdparlement. Het ministerie zal ook jongerenorganisaties en jeugdparlementariërs betrekken bij de evaluatie.